We moeten het hebben over alternatieve geneeswijzen. Ik heb namelijk een raar plekje bij mezelf ontdekt op mijn verzekeringspolis. Want het is weer zover. De blaadjes vallen van de bomen, de dagen worden korter en over een maand zijn de nieuwe zorgpolissen bekend. En ik zat wat in die van mei van dit jaar te bladeren en ik zie ineens dat ik ook verzekerd ben voor alternatieve geneeswijzen. En ik heb daar niet zoveel mee, dus ik ging even kijken wat het precies betekent. En bij mijn verzekeraar wordt bijvoorbeeld craniosacraaltherapie vergoed. Kan iemand mij uitleggen wat dat precies is? Ik kan het uitleggen. Het is een heel lang verhaal, maar ik zal het in het kort uitleggen. Graag. Je craniosacrale systeem heeft te maken met het ritme van je hersenvocht. Je moet je voorstellen... Nee, oké, wacht, ik stop je daar even. Dank je wel. Het ritme van... Even het ritme van mijn hersenvocht voelen, hoor. Momentje. Oh ja, oh ja. Ja, hoor. Lekker. Ja. Oh, en die achterin? Oh. Oké. Nou. En ik heb het even gecheckt. Craniosacraaltherapie is niet wetenschappelijk bewezen, maar het wordt wel vergoed in aanvullende pakketten van CZ, Deltaloid, Mensis, Ora, Unive, VGZ en nog een heleboel andere verzekeraars. En toen dacht ik, dat is niks voor mij. Ik stap wel over op een verzekeraar die dat niet vergoedt. Maar toen koos ik bij een andere verzekeraar het pakket met fysiotherapie en toen zag ik dit. Ze vergoeden reïncarnatietherapie. Ten eerste, ik neem aan dat het maar één keer vergoed wordt. Ten tweede, what the fuck is reïncarnatietherapie? Bij de reïncarnatietherapie gaat het dan ook om het herbeleven van de ervaringen uit het huidige en vorige leven. Ook de periodes tussen de verschillende levens komen aan bod. Ja, dat is heel belangrijk, de periodes tussen je levens. Zelf had ik echt een tussenlife crisis, man. Ik ben heel veel gaan fietsen en lezen. Maar ik merk wel, je leest toch minder dan je van tevoren denkt. En voor je het weet, word je weer geboren. Dan moet je weer aan de bak. Reïncarnatietherapie wordt momenteel vergoed door CZ, EVT, FBTO, ik, CZ Direct, Avero Achmea, Zilverkruis, OZF en Deltaloid. Die hebben allemaal reïncarnatietherapie in een aanvullend pakket. Het ergste wat er kan gebeuren lijkt mij dat je reïncarnatietherapie doet en dat je dan reïncarneert als iemand met alleen maar een basisverzekering en een krankzinnig hoog eigen risico. Maar goed, werkt het eigenlijk wel? Ik kreeg de vraag, reïncarnatietherapie, werkt dat? Is dat wel echt? Werkt dat allemaal wel? En ik heb maar één antwoord erop en dat is ja, het werkt. Wauw. Te gek zeg, wauw. Ik was sceptisch, maar mij heb je. En aan deze therapie betaal ik het dan dus mee, omdat ik fysiotherapie in mijn pakket wil. En het is echt geen uitzondering. Vrijwel iedere zorgverzekeraar vergoedt zulke dingen. Iriscopie, acupunctuur, halotherapie. Hallo, therapie, we zijn er weer. Kan iemand open doen? Hallo, therapie. Homeopathie, osteopathie. De lijst is letterlijk eindeloos. Niet letterlijk, dit is hem, maar hij is lang. Hij is lang. Al deze therapieën zijn dus niet wetenschappelijk bewezen. En daarom heten ze alternatief. Want als iets wel bewezen is, dan wordt het reguliere geneeskunde. Dat is dat met antibiotica, blinde darmoperaties, en kunstheupen en fysiotherapie. En dat wil ik. Maar dan moet ik dus die onbewezen dingen erbij nemen. Ik wilde daar wel eens opheldering over, dus ik ben een rondje gaan bellen met wat zorgverzekeraars. Hartelijk welkom. Ja, hallo. Spreek met Arjen. Ik heb een vraagje. Ik ben me een beetje aan het oriënteren op mijn zorgverzekering. Nu zie ik bij u staan, als ik fysiotherapie wil, dat ik dan ook reïncarnatietherapie kan krijgen. Even kijken, volgens mij is dat een alternatieve geneeswijze. Ja. Zal ik even iemand doorgeven, verbinden met wie daar iets meer over weet? Aan degene zijde van de telefoon. Ja. Reïncarnatietherapie. Ja. En het houdt in dat je door middel van reïncarnatie of regressietherapie... beperkingen die je in jezelf hebt, wat of in je jeugd of in vorige levens is ontstaan, kunt opheffen en zo vrijer kunt leven, zeg maar. Wauw. Maar is dat bewezen? Alternatieve geneeswijzen, dat is allemaal een beetje... Mensen hebben er baat bij, maar echt wetenschappelijk bewezen is het niet, zeg maar. Dat wat niet bewezen is, dat het echt kan helpen, dat vergoeden wij niet. Oh. En daar waar ooit, waar wel een onderzoek naar is gedaan en waar wel naar voren is gekomen dat het helpt, ja, dat vergoeden wij dan. U heeft onderzoeken gezien
over reïncarnatietherapie, waaruit blijkt dat er op wetenschappelijke basis is om aan te nemen dat het werkt. Ja. Oké, okay. Gelooft u zelf in reïncarnatietherapie? Is het dan niet gek dat als ik dan betaal voor iets wat bewezen is, bijvoorbeeld een bril, dat ik dan ook mee betaal voor iets wat niet bewezen is? Nee, maar dat kan niet zonder. We hebben dat niet los daarvan. Voor dit moment geen andere vragen. Nee, misschien in een volgend leven. Ja! Volgens een van de verzekeraars, Delta Lloyd, is reïncarnatietherapie wel bewezen. Verzekeraars vinden alternatieve geneeswijzen echt een serieuze optie. En alternatieve geneeswijzen klinkt ook wel als een gelijkwaardige keuze. Zo van, ik probeer een keertje Pepsi. Maar nee, het is alsof de ober zegt, we hebben geen Coca-Cola, dus het wordt helaas een dagblad van het noorden. Wilt u een rietje? Het zou dus beter onbewezen geneeswijzen kunnen heten. Maar eigenlijk is ook geneeswijze een raar woord als je er niet aantoonbaar van geneest. Dus mag je nog even aangepast? Ja, beter. Onbewezen ideetjes. In Nederland gebruiken bijna 1 miljoen mensen onbewezen ideetjes. En maar liefst 83% van die gebruikers is hoog opgeleid. 83%. Voor de laag opgeleide mensen die zitten te kijken, dat zijn heel veel mensen. Die onbewezen ideetjes die zijn dus erg populair en een prima business. Laten we eens kijken hoe dat in de praktijk werkt. Een acupuncturist woont hier, Joepje heet ze. En zij was jurist, maar ze heeft dus een carrière-switch gemaakt. Ja, klopt. Ik was het helemaal zat. Ik miste iets in mijn leven waarbij ik met mensen werkte. En ik ben op zoek gegaan naar wat anders. En ik ben uiteindelijk een acupuncturist geworden. Haha, een acupunctjurist. Ah. Nou, ze is er dus een beetje ingerold. En dat kan, maar ik ben wel blij dat je dat nooit hoort van een chirurg. He, dat je daar ligt en dat hij zegt, ja, ik werkte een maand geleden nog bij de fietsverhuur op de Schelling. Ed, mag ik van jou dat groene ding even? Hoe heet dat? Ja, die hele scherp. Ja, die lijkt op een bandenwipper. Ja, dank je wel. Wat voor dingen behandelt de acupunctjurist dan? En met wat voor klachten komen mensen bij je? Oh, dat is heel verschillend. Heel veel mensen met pijnklachten, ook mensen met een kinderwens. Kinderwens? Helpt acupunctuur daarbij? Een paar naalden? Ja. Ja. Misschien goed om even te vertellen. Dit is dus niet waar. Je wordt niet vruchtbaarder van naalden in je lijf. Dat is echt al heel vaak onderzocht over de hele wereld. En die energiebanen waar acupunctuur zich op baseert, zijn nooit bewezen. Als deze mevrouw echt kan wat ze hier zegt, krijgt ze volgend jaar de Nobelprijs voor geneeskunde. Je kunt zwanger worden door acupunctuur, maar dat is als je vrouw zegt, je gaat me nu bevruchten of ik steek een paar naalden in je lul. Nee, kom maar, oké. Dan wel. Maar verder, het is gewoon kwakzalverij. En het is ook geen kwakzalverij. Er bestaan hele discussies over de vraag van, is het wel of niet bewezen? Is het een placebo-effect, ja of nee? Waar mij om gaat, is resultaat bij de mensen. Als een patiënt hier wegloopt en die is blij en het gaat beter en die voelt zich beter en die voelt zich gezonder, dat is waar het mij om gaat. Ja, dat hoor je heel vaak. Oké, misschien is het niet echt, maar als het voor de mensen maar werkt. Heel veel alternatieve beoefenaars van onbewezen ideetjes, die zeggen dat. Zoals onze vriend uit het vorige leven. Wanneer mensen bijkomen en geloven in een vorig leven, want daar gaat het over, in een vorig leven iets ontstaan is, dan werkt dat prima. Ja, precies. Als de mensen het maar geloven, dan werkt het prima. En het voordeel is ook, dan betalen ze. En dat komt steeds weer terug bij die onbewezen ideetjes. De patiënt vindt het prachtig. Het is voor jullie een geslaagde onderneming, een geslaagde poging geweest? Het werkt heel goed voor hem. Ik heb er een heel goed gevoel bij. Ja, voor jou werkt het. Voor mij werkt het. Ja. Ja, dus het werkt niet, maar het werkt wel. Hoe kan dat? Nou, dat heeft te maken met het placebo-effect. Als je gelooft dat iets werkt, dan kan het ook echt effect hebben. Dat effect is vrij klein en daarom werkt Echinafors soms goed bij een vaag gevoel van vermoeidheid, maar heel slecht bij open botbreuken. Heb ik gefactcheckt, ja. Oké, doe maar weg. Ja, wat ook helpt bij het succes van onbewezen ideetjes, is dat 80% van de klachten waarmee mensen bij de huisarts komen vanzelf overgaat. Dus als je iedereen een niet werkend middel geeft, denkt 80% dat hij dankzij dat middel is genezen.
Het is niet zo gek dat hele volkstammen denken, ach, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat is niet waar. Het schaadt wel. Weet je nog die craniosacraaltherapie van daarnet? Dat blijkt levensgevaarlijk te zijn voor baby's. In 2007 overleed een baby doordat de craniosacraaltherapeut de baby bij de behandeling dubbel vouwde. En ook, echt waar, en ook bij chiropractie, osteopathie en Chinese geneeskunde gaat het wel eens gruwelijk mis. Vorige maand nog zeiden kinderartsen dat ze bezorgd zijn over alternatieve geneeswijzen. Raken vertelt dat kinderartsen zich steeds meer zorgen maken over dit soort incidenten, waarbij kinderen betrokken zijn. De teller staat inmiddels op 16 ernstige incidenten in de laatste 2 jaar. Ja, de afgelopen paar jaar is het al bij 16 kinderen vreselijk misgegaan. Bijvoorbeeld bij een jongetje met een heel ernstige pinda-allergie. Om hem sterker te maken, moest hij een pinda op zijn buik hebben. En werd hij gelijk ziek, overgeven. Silas krijgt een zware allergische aanval. Maar dat is angst, volgens de kinesioloog. En daar moet Silas gewoon doorheen. Ze wou uiteindelijk nog verder gaan door een pinda onder zijn mond te leggen. In zijn mond. En toen had ik zoiets, nee, stop. Nee. Ja. Het voelt niet goed. Nee. Ja, dit kan dus gebeuren als je met wel ernstige problemen naar de onbewezen ideetjesboer gaat. En het zijn, tuurlijk, het zijn extreme voorbeelden. Meestal ga je er niet dood aan. En als je er wel dood aan gaat, krijg je vaak terugkeergarantie van de reïncarnatietherapeut. Dat wel. Maar de behandelaar van dit jongetje was kinesioloog. Wat doet een kinesioloog? Eigenlijk door de beweging te doen, krijgen we een ja of een nee. Daar gaat hij. Hoe heet het? Daar is die. Hier is de kracht. En hier is de onbalans. Hier is de kracht en hier is de onbalans. Dat zeg ik altijd als ik iemand van zijn brommer trap. En aan haar dan ook nog even de klassieke vraag. Is het niet gewoon een soort placebo-effect? Is het niet gewoon de aandacht en jouw persoon en karakter die zorgen dat ik mij gehoord en gezien voel? Ik persoonlijk zou dat niet eens erg vinden als dat zo was. Deze mevrouw, een kinesiologe, zegt dus dat ze het persoonlijk niet zo erg zou vinden als alles wat ze tegen haar patiënten zegt totale bullshit zou zijn. En daarna zegt ze nog meer, maar op de een of andere manier raak ik nogal afgeleid. Ik denk dat het komt door de geluidsman van Brandpunt, want... Nou ja, luister maar, dit hebben wij niet zo gemaakt. Dit is echt hoe het op tv was. Ik persoonlijk zou dat niet eens erg vinden als dat zo was. Maar ik denk dat als ik zo'n drukke praktijk heb... het alleen daarom zou gaan niet zou werken. Ik denk dat het meer is. Ik heb even meegeschreven. Ja. Boom. Het wordt voor Brandpunt steeds lastiger om undercover te gaan, hè? We zijn hier in de loods van de drugsbaron. Zijn mensen liggen nu te slapen, dus we moeten heel stil zijn. Jap, tabadabam, boom, boom. Nou, los daarvan, als je dit zo allemaal achter elkaar ziet, dan vraag je af waarom zoveel mensen die onbewezen ideetjes blijven opzoeken. Nou, dat heeft te maken met 6 dingen, waarvan we de belangrijkste 5 zullen noemen omwille van de tijd. Ten eerste... Dat zagen we dus al. De zorgverzekeraars stoppen bewezen en onbewezen zorg in dezelfde pakketten. Dan denken alle hoogopgeleiden, oh, het wordt vergoed. Jongen, stap in de bakfiets, het zal wel iets zijn. Maar het gaat ook verder. Ook huisartsen schrijven het voor. Dus dan denk je, dat is een dokter, dus dat zal wel kloppen. En waar haal je die middeltjes? Bij de apotheek. Daar staan de onbewezen middelen gewoon naast de echte geneesmiddelen. Je zou eigenlijk, zoals in de boekhandel... zou je een afdeling fictie en non-fictie moeten hebben. Hè? Maar bij de apotheek loopt het allemaal door elkaar. Dus dat is ook weer extra legitimering voor die onbewezen ideetjes. En om het nog vreemder te maken... vallen alternatieve genezers tegenwoordig onder de inspectie voor de gezondheidszorg... net als echte doktoren. Op zichzelf goed, want zij kijken of een behandeling veilig is en of die werkt. Maar niet bij alternatieve geneeswijzen. Daarvan wordt alleen getest of ze veilig zijn en niet of ze werken. Want dat doen ze niet. En dan heeft ook nog eens de rechter vorig jaar bepaald... dat onbewezen ideetjes, net als echte medicijnen, worden vrijgesteld van BTW. Dat is de status van alternatieve geneeswijzen in Nederland. Alles waardoor je als leek weet dat je in goede wetenschappelijke handen bent. Je krijgt het van een arts, er zit een sticker op van de apotheek... een stempel van de gezondheidsinspectie, het wordt vergoed. Dat alles krijgen alternatieve geneeswijzen ook, zonder dat ze er iets voor hoeven te kunnen.
En zo wordt er een gigantische industrie van totale onzin in stand gehouden. En daarom heb ik een idee. We gaan de boel scheiden. Onbewezen ideetjes moeten weg uit de zorgverzekering, weg uit de apotheek, weg bij de huisarts. Er komen aparte winkels voor. Mag prima, is niet verboden. Daar wordt gewoon BTW geheven. En er mag ook natuurlijk best een arts werken. Tuurlijk, maar niet in zijn hoedanigheid van arts. Dus witte jas uit, tulband op, wierook, persisch tapijtje. Niet meer als dokter Verhoef, maar als maestro Verhovio. Prima, hij is arts en illusionist. Dus, tijd voor een scheiding. Want het zal pijn doen, maar de echte geneeskunde en de onbewezen ideetjes moeten uit elkaar. Dat is bewezen, ben en jij dus niet scheiden hier onze wegen. Nooit meer samen in een apotheek, oh nee. Nooit meer vrijgesteld van BTW. Ik zeg homeopathita B, betaal er niet aan mee. Tot ziens, placebo. Die naald in je rug komt niet meer terug, omdat het dus niet zoveel doet. Homeopathie, niet meer in het pakket. Ik zeg vaarwel, want jij bent geen echt medicijn. We kunnen niet samen zijn, dus tot ziens, placebo. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor suikerbrood? Abonneer je dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.